Goedemiddag of avond. Het kan elk moment zijn dat je dit kijkt. Ik ben Tom van Gamersnet en we gaan vandaag een vraag beantwoorden. En die vraag is heel simpel. Wat is Owlboy? En ja, nu denk je waarschijnlijk van Owlboy, what the fuck heb je het over Tom? Heb ik echt nog nooit van gehoord. Neem ik je niet kwalijk, want Owlboy is een wat, ja, kleiner spelletje. Het stond misschien niet bij iedereen op de radar. Het sowieso tussen alle AAA geweld komt het er niet doorheen. Maar het is van het Noorse, voornamelijk Noorse, D-Pad Studio. Een indie-ontwikkelaar die voorheen heeft gewerkt aan Savant Ascent. Een soort van game rondom de chiptune, dubstep, electro, techno artiest Savant. Overigens echt een hele coole guy. Ga hem een keer beluisteren. Maar goed, ze hebben dus ook een eigen game gehad. Een soort van beat-em-up. En dat was ze samengemaakt met D-Pad Studio, die nu met Owlboy op de proppen komen. En Owlboy is wel echt een geval apart, want wie een beetje de indie-wereld in de gaten heeft gehouden, die zal weten dat Owlboy best wel wat furoren heeft gekregen. Juist omdat die game zo ontzettend mooi en gepolished is. Niet als in, wauw, 3D-graphics en supermooie polygonen en lichteffecten, maar nee, echt in de vorm van pixel art. En ik weet, pixel art heeft een beetje een foute naam gekregen, omdat tegenwoordig vrijwel elke indie zoiets heeft van, oh, blokjes en vector-graphics en alles moet eruit zien als Minecraft of Terraria. Dat is een beetje een stomme trend geweest, maar Owlboy prikt daar in één keer doorheen. Die vijf Noren die hieraan gewerkt hebben, hebben hier jaren op gezeten. En dat zie je gewoon meteen in die sprites en in die animaties. Want holy shit, Owlboy heeft echt een bepaalde klasse als het aankomt op die pixel art. Het ziet er echt fantastisch uit. Dat zie je aan de omgeving al meteen, maar ook gewoon aan de animaties. Als je op Owlboy gaat letten, als in Owlboy je karakter, maar ook alle andere karakters en sprites die in die game zitten. De animaties zien er fantastisch uit. Alle kleine emoties die erin zitten en alle kleine verschrikkingen en idle animations die ze hebben. Het is ontzettend gepolished en dat zie je gewoon aan alles meteen af. En hetzelfde geldt ook voor de omgevingen, de achtergronden en vooral ook de muziek die ook echt prachtig is. Owlboy doet het wat dat betreft qua graphics en qua overkomen van de visuals echt, ja, je zou bijna kunnen zeggen dikke 10, want dit is wel echt hoe pixel art moet zijn. Als je voor een pixel art game gaat, neem dit dan als voorbeeld. Owlboy doet dat echt fantastisch. Maar goed, wat gaan we dan precies doen in Owlboy? Heel simpel, je gaat de Owlboy zijn. De uiljongen, letterlijk. En dat is Otis. En Otis is een stomme uil. En ik zeg niet stom omdat ik het niet eens ben met hem of zo. Ik zeg stom omdat hij letterlijk niet in staat is om te praten. Alle andere dieren en wezens in Valley en eigenlijk in de hele wereld kunnen praten, maar onze Otis dus niet. En daarmee is Otis ook een beetje het ondergeschoven kindje in het hele narratief. De game bombardiseert je meteen met allerlei, ja, pesterijen. En het wordt je heel duidelijk gemaakt dat niemand Otis echt mag. Hij heeft een aantal vrienden, maar eigenlijk verwacht niemand iets van hem. En ook omdat hij wordt veel door het ongeluk geteisterd. Daardoor kan hij zichzelf niet echt bewijzen. En dus wordt hij heel veel gepest. Nou ja, goed, de game gooit dat wel echt op je af. Dat is het soort van onderliggende narratief natuurlijk. Jij als Owlboy moet jezelf wel gaan bewijzen. En het avontuur dat voor je ligt is daar natuurlijk perfect voor. Want Valley wordt aangevallen door piraten. Nou goed, die piraten die vallen de hele stad aan, het hele dorp. Allerlei shit breekt los. En op dat moment moet Otis zichzelf dus vermannen. En als stomme uil de wereld gaan redden. Of in ieder geval een groot gedeelte van de wereld, neem ik aan. Maar goed, dat doe je dus met je vrienden. Dat zijn verschillende gastjes uit Valley en andere plekken die je op kan pakken en kan teleporteren. Dus Owlboy vliegt rond, hij lost puzzels op, hij schiet wat vijanden van zich af. Maar dat doet hij altijd aan de hand van de vrienden die hij met zich meedraagt. Dat ziet er sowieso ook altijd weer meteen super schattig uit. Maar goed, dan is het dus ook weer zo de verdeling dat elke vriend of elke partner die je aan je vleugels grijpt, die heeft eigenlijk een soort speciale ability voor jou. En zodoende faseert het platform element, ik denk niet dat je het platformen kan noemen, maar zo wordt een beetje de gameplay uitgefaseerd. Je vindt steeds meer vriendjes, je kan steeds meer wisselen en daarmee wordt de gameplay dus iets groter en diverser. Op zich is dat idee van het faseren van de gameplay echt fantastisch. En ook omdat het met het narratief past en het ziet er super schattig uit. Maar ergens vind ik het ook alweer een beetje de kanttekening van het geheel. Want de game ziet er fantastisch uit en de feel is zo avontuurlijk en het bewonderend of zo. Maar de gameplay doet het een beetje af. Met name de controls. Ik vind het op zich, de gameplay is prima. Weet je wel, je zweeft wat, je lost wat puzzels op, je schiet wat vijanden aan gort. Maar door de controls kan het af en toe super klungelig worden. Deze game is te spelen met muis en toetsenbord of met een gamepad. Maar op beide manieren was ik af en toe gewoon echt een beetje de kluts kwijt. Wie heb ik aan mijn vleugels hangen? Wat is ook alweer zijn ability? Hoe doe ik dit? Hoe doe ik dat?
door de manier waarop de controls geplaatst zijn, is het niet echt heel makkelijk om heel snel naar het een of het ander te switchen. Of om bijvoorbeeld een dedicated knop te hebben voor het ene schot, maar bijvoorbeeld voor een shotgun blast weer een andere knop. Dat kan dus niet. Je moet echt wisselen tussen al die ja, superkleine lieve vriendjes die je aan je vleugels hebt hangen. Maar ja, dat kan af en toe... Af en toe wordt dat gewoon te hectisch. De game stort je in een heleboel chaotische schietsituaties. En ja, als je dan een beetje in paniek schiet, dan kun je al helemaal geen grip meer krijgen op wie je nou hebt en hoe je de controls onder de knoppen hebt. Het is echt ontzettend. Ja, ik ben daar een aantal keer gewoon door gestorven. En dat haalt je wel echt een beetje uit die fijne feel. Het is niet dat ik zeg van, de game is slecht omdat het moeilijk is. Eén, de game is absoluut niet slecht. En twee, het is niet echt moeilijk. Het is meer dat de controls gewoon raar geplaatst zitten naar mijn idee. Maar goed, dat is een mening. Het is slechts een kleine kanttekening aan het geheel. En het geheel is gewoon, ja, toch wel een van de grootste, meest succesvolle indie-titels in mijn ogen. Van 2016 dan. Maar dat komt dan ook met name door gewoon de feel die de game heeft. Ik zeg het al een aantal keer, de graphics zijn gewoon fantastisch. Die pixel art is echt subliem. Die animaties zijn leuk en koddig. Het hele narratief is goed gedaan. De muziek is fantastisch. Het is alleen dat ja, de gunplay en de gameplay af en toe een beetje klungelig voor mij overkomt. En dat vind ik gewoon zo ontzettend jammer. Dat is ook, stel als je zelf Owlboy wil kopen, ga dan even voor jezelf na. Ziet die gameplay er zeg maar vloeiend genoeg uit om jou bezig te kunnen houden? Want de fasering daarvan is goed en het spel zeker. Je gaat een kinderlijke vorm van avontuur erbij voelen. Maar ja, je moet wel over die controls heen kunnen kijken of je moet ze goed onder de knoppen krijgen. Ik weet niet, misschien is dat ook wel mogelijk. Het is mij in ieder geval niet gelukt. En dat vind ik niet per definitie meteen slecht, maar het is wel ja, lastig om tegen de prijs aan te kijken en dan te realiseren dat die gameplay mij niet zo goed ligt. Want Owlboy gaat dus op de kop voor een goede €20 op Steam. En €20 is wel relatief veel voor een ja, toch kleine indie game. Zeker, je kunt er 8 uur uithalen. Er zijn allerlei toffe secrets om te ontdekken. Ook heel van die oldschool game secrets, zo voelen ze aan. Er zijn een heleboel collectibles om te vinden en ontzettend veel leuke momentjes om te hebben in die game. Maar voor €20 met gunplay die ja, mij toch wel een klein beetje teleurstelt, vind ik het wat lastig. Ik wil er nog niet echt een officieel uiteindelijke eindconclusie aan plakken, maar goed, ja, er is een fight in mij. Overstemt het fantastische gevoel dat de game mij geeft het gevoel van, oh, ik kom echt niet uit de knoppen hier, want het voelt gewoon klungelig aan. Dus dat is een beetje mijn ja, trouble waar ik nu mee zit. En ik hoop dat ik dat tegen de tijd dat ik de review heb geschreven, dat ik daar wel mooi uit ben gekomen. Dus ja, zeker. Als je geïnteresseerd bent in wat nou uiteindelijk de eindconclusie is voor Owlboy, kom even langs op gamersnet.nl als de review er staat. Dat is leuk. Zeg eens hoi. Dat is van, hey, ik ben gekomen. Hoe is het ermee? Dat zou tof zijn. Maar goed, tot dusver dus. Wat is Owlboy? Dit is mijn beschrijving van de game. Ja, kort door de bocht eigenlijk. Ik hoop dat het duidelijk was en dat je zoiets had van, ah, dat is wel een interessante game. Ik wacht de review af. We zullen het zien. Dus ik hoop jullie allemaal terug te zien op gamersnet.nl. En als je deze wat is video op YouTube hebt gecheckt, zeker like, comment en subscribe. Al die dingen die je doet op YouTube. Het mag. Het hoeft niet, maar weet je, we zouden het leuk vinden. Ik waardeer het. Ik waardeer jou. Tot ziens.